Op school werd in de klas het nieuws besproken. Hebben jullie dat ook gehoord, dat de kinderrechten worden gestolen? Hallo, wij zijn van de recherche! Wat zijn dat nou voor gasten? Hallo, hey, wat is dit allemaal? Wat? Wat zijn jullie? Ja, u mag wel blij zijn, mevrouw. U heeft de slimste groep 8 van Nederland. Ja, maar wat komen jullie hier dan doen? De kinderrechtenzaak oplossen! Jullie weten dat artikel 13, 19 en 28 zijn gestolen. Is 28 ook al gestolen? Ja, ik denk het wel als ze dat zeggen. Zoals jullie weten is artikel 13 recht op eigen mening. En artikel 19 recht tegen kindermishandeling. En artikel 28... Als het recht op onderwijs was gestolen, betekent dat de kinderen niet meer naar school hoeven te gaan. Ik denk dat we dat beter niet kunnen zeggen. Wat een onzin! Artikel 28 is recht op onderwijs. Ik zei het toch? Nou, dan moeten jullie ons maar helpen, hè? Nou, oké. De kinderen gingen mee naar de geheime locatie van de nogal domme rechercheurs. En is er misschien ook nog plaats voor ons? Nee, jullie mogen wel even bijverstaan. We moeten deze zaak echt gaan oplossen. Wie heeft er een idee? Misschien kunnen jullie een profiel gaan maken van de criminelen. Ja, precies, want wie zou zoiets nou doen? Doordat we misschien een profiel moeten maken van de criminelen. Ja, dat is een goed idee. Ik ga nu naar het hoofdkantoor en hou me daarmee bezig. Moet je dan niet gaan? Oh, ja, doe ik meteen. Ja, sorry. Doei. Zijn er nog andere ideeën? Ik denk het niet. Nou, je zou misschien kunnen kijken waar die kinderrechten worden gestolen. Is dat bij het hoofdkantoor van UNICEF? Bij de regering in Den Haag? Of bij de Verenigde Naties? Ik heb misschien nog wel een idee. Wat nou als we weer kijken waar die kinderrechten worden gestolen? Ja, dat is goed idee. Ik ga het gelijk even in het rapport schrijven. Dat hebben wij net gezegd. Ja precies. Ze stelen gewoon onze ideeën. Dat kan ook bij de regering in Den Haag worden gestolen. Ja, dat zijn goede ideeën. Daar kunnen we wel mee. Maar dan mogen we even onze mening geven. Artikel 13 is gestolen. Kinderen hebben geen eigen mening meer. Nou, we geven onze mening toch wel. Jullie zijn gewoon te dom en jullie proberen ons alleen maar na te apen. Ja precies. Hoorden jullie nou ook iets? De kinderen werden duidelijk niet meer serieus genomen en kwamen schooltijd bij elkaar. We kunnen toch ook gewoon zelf die zaak gaan oplossen? Ja, tuurlijk kunnen wij dat. Als we nu eens op het internet gaan. Dan gaan jullie alle bewakingscamera's hacken. Ja, prima. Dan gaan wij kijken wie er in het profiel past. Het duurde niet lang voordat ze beeldmateriaal hadden gevonden. Ja, we hebben hier wat. Ja, wat dan? Ja, beelden van een bewakingscamera. Welke artikelen gaan we stelen? Artikel 13, 19 en 28. Ik zie wel alle kinderrechten, maar ik zie niet de goede die wij zoeken. Die zijn er ook een paar, maar dit is het niet. Hey jongens, volgens mij is dit artikel 19. Ja, dat is de bescherming tegen kindermishandeling. Ja, dat is 13, het recht op eigen mening. Ja. Ja, en daar is artikel 28, recht op onderwijs. Zijn het alle kinderrechten die jullie willen stelen? Ja, dat zijn de rechten die wij ook nooit hebben gehad. Kom, we gaan. Op school hadden de kinderen ook niet stilgezeten en zaten de kinderrechten dieven op de hiel. Hé hey, jongens, we hebben hier een adres. In een appartement handelde ik de zaken af met de brandreisexpert. En hier is je laatste 50 euro, dat maakt samen 500. Oké, bedankt. Maar waarom willen jullie nou eigenlijk de kinderrechten stelen? Hier wonen ze. Even stil en luisteren wat ze zeggen.
Nou, we hebben niet zo'n goede jeugd gehad. Wist je nog toen we onze eigen mening niet mochten zeggen? Ja, precies. Ja, ik mocht nooit naar school. En als ik een keer op school was, werd ik er vanaf gestuurd. Ja, en dan gaan we het nog niet eens hebben over de keren dat we zijn geslagen door onze ouders. Ze hebben vroeger een hele slechte jeugd gehad. Ja, maar ze moeten wel gepakt worden. Ja, die artikelen die we gestolen hebben, dat is een soort van, ja, wrak. Ik durf ze niet te arresteren, jij? Ik ook niet. Ik denk dat we een recherche moeten maken. En dat is precies wat ze deden. Stop, iemand zijn. Maar of dat nou een goed idee was? Stop, politie! Politie! Allemaal. Maar ze zijn helemaal niet. We zijn hier bij 125, maar er is er niemand. Nummer 25! Wat zeggen ze? Het is nummer 25, dat hebben we toch duidelijk gezegd? Hoe dom kan je zijn? We moesten bij 25 zijn. Uiteindelijk lukte het de rechercheurs om de kinderrechtendieven terug te arresteren en gaven ze een persconferentie. Welkom bij onze persconferentie. We hebben belangrijk nieuws. Het is ons gelukt. De kinderrechtencriminelen te pakken. Zijn er vragen? Is artikel 13 ook weer terug? Ja, kinderen mogen hun mening weer geven. Nou, dan vind ik dat wij alle eer moeten krijgen en niet jullie. Wow. Zoals jullie weten... Ja, niet zonder te lachen, hè? Jullie weten dat artikel 13, 19 en 28 zijn gestolen. Ja, nog een keer zonder naar de camera te kijken. Zien jullie nou hoe moeilijk het is? Gewoon recht voor je uit blijven kijken. Zonder bril. Zoals jullie weten is artikel 13... Recht op eigen mening. Ja. En artikel 19, recht op kindermishandeling. Recht op kinderen. Ja, we hebben ook wel recht om behandeld. Slecht. We hebben ook recht om mishandeld te worden, jongens. Ja, recht op kindermishandeling. Roepen tegen kinderen, ja. Oké. Zonder bril. Artikel 28 is dat er recht op... Jaden, altijd ben jij weer. Ja, Jaden. Zonder bril. Drie, ja, bescherming. Bescherming tegen... Nee, ik hou alleen even een zinnetje nog. Oké, na één dus. Ja, bescherming tegen kindermishandeling. Lijkt net of ik een hele strenge filmcoach ben, hè? Maar ik ben toch best wel aardig, toch? Ja, ja. Nou. Hey! Hey! Oké, daar gaan we. En 3, 2, 1. Dit is bescherming tegen kinderrechten. Nee! Wat is het? Wat is het? Bescherming tegen kindermishandeling. Ja, oké. Niet echt. Ja, en daar is artikel 28. De recht op kinderen... Nee. Recht op kinderen. Ja, dat is... Zijn het alle kinderrechten die jullie willen stelen? Nog een keer, sorry. Sorry. Iemand in beeld. Ja, dat is een goed idee. Maar dan gaan jullie wel even... Zo. Nee, dat is een goed idee. Dan gaan wij kijken wie er in het profiel past. Ja, niet wachten. Kom op, wachten. Nog een keer nou. Zonder bril. Ik durf het niet te zeggen. Oh, nee, ik durf het niet. En zo.